We gaan beginnen met het Dorpsjournaal, deel 1. Dat vind ik ook zelf het meest overzichtelijk, dat ik met deel 1 begin. Ja, kom maar op. We zien hier het boek van 150 jaar Visser en Smit Bouw. Dat is gepresenteerd op 9 februari in de Oude Bibliotheek nog. En de samenstellers van dat boek, Riek van Blokland Visser en haar nicht, werden toegesproken door de huidige directie. Zij kregen het eerste exemplaar uitgereikt in aanwezigheid van diverse familieleden. En onder andere bestuursleden van Dorpsbehoud. We zien hier onder andere Jaap Sok, maar ook medewerker bestuurslid van de historische vereniging West-Almerswaard, Arie van Dijk. En oud-werknemer helemaal rechts, Ad Visser. En aansluitend onthaalde Riek, dat is echt het wandelend archief van onder andere Visser en Smit, de genodigden over een stuk op een stukje geschiedenis over Visser en Smit. Met Riek samen ben ik en samen met Marijke Meeldink 35 jaar geleden is dat alweer de stichting begonnen. Heel veel plezier gehad. Ja, bestuurswijzigingen. Ons bestuurslid Gert de Jong, die nam afscheid op 3 april als bestuurslid. En namens het bestuur ontving hij bloemen en ook een cadeaubon. Het goede nieuws is dat Gert nog wel de website blijft beheren en ook voor diverse andere activiteiten actief blijft. En hij krijgt dit uit handen van de penningmeester, die tot het eind van het jaar nog onze penningmeester is. En we zijn nog zoekende. En dit is dus niet de nieuwe penningmeester, maar dit is de burgemeester. En die spreekt onze Kitty Donker Schoonhoven toe op 26 april. Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestuurslidmaatschap van Dorpsbehoud. Een niet te tellen hoeveelheid werkzaamheden heeft zij naast haar taak als secretaris verricht. Zoon Marcel vergezelde zijn moeder, die dus sinds 26 april lid is in de Orde van Oranje Nassau. Namens het Oranje Comité kreeg ze bloemen aangeboden van erelid van het Oranje Comité Henry Hummelink. En buiten gingen ze allemaal nog even op de foto. In de bestuursvergadering van 28 juni nam Kitty officieel afscheid als secretaris. Zij heeft vanaf begin 2018 Annette van der Giezen, die naast haar zit, dat is onze nieuwe secretaris, begeleid. En zij heeft dus behalve oneindige dankbaarheid van het bestuur dat ze gewoon nog langer gebleven is dan dat ze eigenlijk van plan was, ook bloemen. En ja, wij hadden wat minder happies dan op het gemeentehuis, maar ja, die hebben ook iets meer geld, zeg maar. We kregen in het museum, nou we daar toch aangeland zijn, ook bezoek van scholen. Het mozaïek wat u daar ziet, weet u nog waar dat vandaan komt? Ja. Dat is door de leerlingen van de Constampschool gemaakt en dat heeft altijd die school gesierd. En op een gegeven moment was dat hele mozaïek was kwijt. Is dat nou inmiddels al boven water? Oh, het is gesloopt. Ja, dat schiet lekker op. Nou, op 10 april ontvingen wij leerlingen en begeleiders van openbare basisschool De Viermaster. En ze werden welkom geheten en uitgezwaaid door onze medewerkers Dickie van Middelkoop en Leni Viveen. En uiteraard moet er dan altijd gezegd worden, kijk uit met de oversteken. Op, even kijken, waar ben ik nou gebleven? 14 mei kwam de leden van, of kinderen van leerlingen de Willem de Zwijger College hier in het bureau. En dan moesten ze een deel van de antwoorden vinden die ze op hun vragenlijst hadden. Mario Borghouts, hij is de coördinator van de schoolbezoeken, legde uit hoe het elektrobord werkt. En waarna de leerlingen vervolgens zelf mochten puzzelen. Op de voorgrond ziet u nog een stukje van het allereerste echte gemeentehuis van Papendrecht. En de leerlingen mochten tot slot in de tot mini-bioscoop omgebouwde leeszaal kijken naar beelden over de geschiedenis van Papendrecht. Koningsdag, 27 april. Deze foto is gemaakt in 1987 en inmiddels zijn we alweer 31 oudbaders in de muziektent verder.
Maar, ja, dat vind ik zo'n leuk plaatje. Deze jongen die probeert nog een beetje extra geld te verdienen door hartstikke mooie trompet te spelen. Ik wou zeggen toeteren, maar dat mag je echt niet zeggen. Trompet te spelen. En hij staat hier op de hoek Beatrixstraat, Wilhelminastraat. En in de Wilhelminastraat daar zien wij ook onze eigen vrijwilligers Bert Kraal en Bets Kraal. Oh, en dan moest ik... Nou, even terug, Theo. Want Bets heeft mij op het hart gedrukt dat ik toch vooral even moest melden dat ze heel veel sloffies meegenomen heb. En, ja, en die sloffies zijn gebreid door Sjauge, is ook een vrijwilliger. En we hebben er heel veel. En als ze op zijn, ben je te laat heel de winter koude voeten. Dus doe dat nou. Nou, verder. Nou, en Piet, die is er ook vanavond weer en die verkoopt boeken. En hier probeert hij de familie Kroos, als ik het goed zie. Dat is de oud-rector van de Lage Waard. Probeert hij een boek te verkopen. Ik weet niet of dat gelukt is, vast wel. Leni, die deelde onder andere de blaadjes uit om te zingen. Hier onder andere aan Adrie van Dalen. En samen met nog een paar mensen. Want we kennen blijkbaar al die versies niet meer uit ons hoofd. Dat is wel jammer eigenlijk, toch? Nou. En we hadden weer veel volk. En vooraan ziet u het VIP-vak. Dat hebben we in 2009 een keer uitgeprobeerd. En daar mogen alle mensen zitten die slecht te been zijn of met een rolstoel of een scootmobiel of wat dan ook. Dat die niet allemaal tegen ruggen aan hoeven te kijken. Nou, er wordt altijd druk gebruik van gemaakt. Ruud Welle dirigeert niet alleen Excelsior, maar dat doet hij al een paar jaar ook het publiek. En dat doet hij goed. Kijk, dat vind ik ook zo leuk. Het meisje staat helemaal met spanning te wachten, want op het moment dat het Wilhelmus begint, dan mochten de kinderen beginnen met bellen blazen. Dat hebben ze niet allemaal helemaal goed opgevolgd, maar dat maakt niet uit, het was leuk. En later op die dag volgde een optreden onder andere van de Smarties, altijd leuk. En daarna kwam nog de onvolprezen amazing stroopwafels. Zal ik eens eventjes een nieuwtje vers van de pers vertellen? Volgend jaar komen ze weer. Nee, serieus. Hartstikke leuk. Als je het toen gemist hebt, dan moet je echt een keer in je leven gezien hebben. Je kan er gratis naartoe. Nou, ze hebben nooit in een mooiere locatie opgetreden als in de muziektent. Nou, moet je nog meer. Nou, je ziet het, hè? Volk zat. Een onderwerp van een heel andere aard, dat is de jaarlijkse dodenherdenking. En als altijd werd er op de hoek Bos Ponteniersweg verzameld voor de stille tocht. Bijzondere gasten dit jaar waren, mevrouw met het rode jasje, Linda Kennedy, dochter van Edward Lyme van de Lancaster Popeye, met haar dochter en kleindochter. Linda sprak hier met een F-16-piloot. Dat was een van de sprekers bij de herdenkingsdienst. Jan Kazen, voorzitter van het Oranje Comité, legde bloemen bij het Joodse monument. De gedenksteen onder de moerbeiboom waarop de namen van de Joodse families van Hechten en van Straten staan vermeld. Dat waren Papendrechtse slagersfamilie. En op dat lint staat, wij mogen niet vergeten. En zo is het. Nou, zodra de deelnemers aan de stille tocht vooropgegaan door leden van muziekvereniging Excelsior in de buurt van de kerk komen, dan beginnen altijd de kerkklokken te luiden. Dat is altijd een ontroerend moment. Je gaat wel erg hard nou, weet niet. Oh, nou. Nee, we gaan het door. Tja, hij wil voor donker thuis zijn. Even kijken. Nou, en de belangstelling voor de herdenkingsdienst neemt toe. En ook dat doet het 4 mei-comité goed. U denkt misschien, ik kan er toch niet meer bij, want die kerk is al vol. Nou, er waren nog plekken vrij in de zijbeuk. En dan hebben we daarboven hebben we ook nog de galerij. Daar kun je zo... Arie, 100 man, kan je er zo zitten? Arie? Oh, Arie is in gesprek. De telefoons moesten uit hier, hoor. Volgens mij. Nou... in ieder geval, waar was ik nou? Kijk, zie je? Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik wil even testen of jullie opletten.
Dus voor nu alvast wil ik u van harte aanbevelen, met heel veel dank aan het 4 mei-comité, die hiervoor ieder jaar met ons zo ontzettend veel liefde zoveel werk vrijwillig verzet. Aansluitend werden 2 minuten stilte gehouden bij het Algemene Papendrechtse Oorlogsmonument. En het was ook echt stil, zoals het hoort. Het Nationale Oorlogsgravencomité had eerder op die dag al bloemen gezet bij de graven van Adriaan van Oudenaarde, Cornelis van Vuren, Jacob en Maria Vet. Maar ook bij Leen de Borst, bij wiens graf dochter Pia de wacht houdt. En ook nog bij Jacob de Heer, Keta Koppelaars en Jacob van der Graaf. Linda Kennedy, haar dochter en kleindochter ook, legden als eerste een roos bij de bemanning van de Popeye namens de nabestaanden. Het toenmalige college van BMW legde bloemen namens de gemeente Papendrecht. En het is dus een prachtige plek. En ik ben een keer benaderd over het plan, moet je goed opletten wat ik zeg, om alle buitenlandse omgekomen militairen op 1 begraafplaats te herbegraven. De reden hiervoor was dat op sommige begraafplaatsen er helemaal niet meer naar werd omgekeken. Ik heb alleen maar gezegd, dat is in Papendrecht niet aan de orde. De mensen van de begraafplaats houden de laatste rustplaats van de Popeye-bemanning netjes bij. Wij besteden aandacht aan deze graven, onder andere ook op 21 juli, de dag van de crash. Mede omdat de nabestaanden in Engeland, Canada en Australië dat zelf niet kunnen doen. We onderhouden contacten met de families, ze blijven gewoon hier. Nou, het plan is in Papendrecht in ieder geval niet uitgevoerd en wel wordt er gewerkt aan een plan om op de begraafplaats meer uitleg te geven over deze graven. We verhuizen naar Slobbenhorst. Dit is een prachtige zwart-wit foto van net na de aanleg van het sportpark. En toen hadden ze nog geen bril van Specsavers, want die tekende doel ergens halverwege aan de zijkant. Het oude kantoor van Fokker, voorheen van Visser en Smit, wordt binnenkort verlaten. Hier zien we het bouwterrein. Ja, en hier zien we de contouren van het nieuwe hoofdkantoor. En ja, daar kan ik van alles van vinden, maar dat laten we nou maar even zo. Maar waarom Dorpsbout altijd fel tegen het bebouwen van Slobbenhorst hier niet tegen heeft geprotesteerd? Heel simpel, Fokker en daarvoor Aviolanda en Slobbenhorst horen bij elkaar. En door de bouw van dit kantoor wordt ook het park opgeknapt. Dus de Papendrechtse tennisclub en voetbalvereniging Papendrecht kunnen blijven zitten. En een opgeknapt park, dat zal minder gauw voor andere doeleinden worden bestemd. Want ik heb ook al plannen voorbij zien schuiven een aantal jaren geleden. Daar hadden ze het hele Slobbenhorst vol gemetseld. Dus dat gaan ze natuurlijk niet zo gauw doen op het moment dat er een mooi opgeknapt park is. Want dat is kapitaalvernietiging. Nou ja, of we de juiste keuze hebben gemaakt, dat zal de toekomst leren. Hier zien we rechts Piet van Wijngaarden bij de uitreiking van een van zijn vele boeken over Aviolanda Fokker. Met de nadruk op Aviolanda. Hij heeft in de loop der jaren een gigantisch archief opgebouwd met historisch materiaal waarover hij boeiend...